Goedemorgen, lieve kijkbuiskindertjes. Of waarschijnlijk voor het leeuwendeel van de mensen die naar Flabber versus Team HW kijken. Goedemiddag. Wauw. Want het is zondag. Ja. Dus die zijn allemaal zo brak als een tientje. Jij niet. Ik ben nooit brak. Het is maar goed dat we dit niet op zondag opnemen trouwens. Want? Zou ik dan brak zijn? Ja. Ja, dan heb je dat soort smerige dingen dan? Ja, wel een punt. Hey, we hebben een thema. Ja, dat klopt. Ja. En een leuk thema. Want wij houden van thema's. Want ik heb hem bedacht. Je hebt hem bedacht, oké, fair enough. Jij komt nooit met leuke thema's. Heb je nu al gewonnen omdat jij een leuk thema bedenkt? Nee, maar jij bedenkt nooit een thema. Nee, dat is wel waar. I can't be arsed. Nee, heel goed. Hey, best of coolest alien invasion force. Ja, ligt me dicht aan het hart. Dat is een heel ding. Ik als wetenschapsnerd vind dit heel tof, want ik geloof dus in aliens. Nou ja, tuurlijk. Het zal wel moeten. Ja. Ja, statistisch gezien zou het wel heel vreemd zijn als wij de eerste zijn. Ja. Maar goed, een alien invasion force, dat kan alle kanten op. En ik vind het een leuk onderwerp, want het is niet het meest voor de hand liggende. Maar het is wel, als je kijkt door de jaren heen, een concept wat zo vaak is uitgevoerd en in beeld gebracht, dat er een heleboel keuze is. Ja, dat klopt. Vaak wordt het in science fiction films ook gebruikt voor maatschappijkritische hoepla. Dus ik ben heel benieuwd. Jij hebt gezegd, ik ging niet voor de obvious. Nee, dus ja, ik vermoed dus niet de guys from ID4. Nee. Ik had wel zoiets met Independence Day. Ja. Dat het... want ik haat dat soort commerciële films aan de ene kant. Ja. Maar als je het hebt over een alien invasion force die gewoon even gewoon korte metten kwam maken... Ja. Was dat wel heel erg goed gedaan. Ja, behalve dan dat ze niet tegen een Mac-virus kunnen. Behalve dat ze niet wonnen. En dat, tegen een Mac-virus konden. Precies. Of maar los niet. Daarvan, gewoon even die opening. Ja. Weet je, gewoon boven alle grote steden. Fucking awesome. Dat was goed gedaan. Ja. Ik had trouwens nog wel, want je hebt natuurlijk een heleboel verschillende Alien Invasion Force movies. Ja. Eigenlijk Alien Invasion movies. Je hebt natuurlijk dat soort films met echt een schepen en een militaire macht. Klopt. Maar je hebt natuurlijk ook, weet je, de meer organische aanpak, de body snatcher. There's someone in your bed. Where are you gonna go? And it looks like you. Where are you gonna run? Life will be simple now. Where are you gonna hide? The only thing missing. Mommy. Will be you. Mommy. Because there's no one. Like you left. What's the matter, honey? What's the matter? There's mommy. She's right there. What happened? Body Snatchers is awesome. The Invasion. Ja, die nieuwe. Daniel Craig en Nicole Kidman. Ja, klopt. Dat was een hele goede. Je hebt ze ook wat humoristischer. Critters. Ja. Uit de jaren 80 was een Alien Invasion movie. Super cool. Alleen en Attack of the Space, the Killer Space Tomatoes of zo. Ja. Die had je ook nog. Dave the Triffids. Ja. Slither. Van James Gunn, die later Super en nog een heleboel awesome movies heeft gemaakt. Die slang in de... Slugs type things. Die was echt heel funny. De Blob. Cloverfield was een goeie. De Blob is ook echt Alien Invasion. Wat ik heel tof vond, als je kijkt naar wereldwijd Independence Day. Ja. Lokaal, een film als Science. Ja. Vond ik heel erg cool. Ja, vond ik ook een hele toffe film. Ik heb laatst ook een film gezien, ik ben even nu de naam kwijt. Attack on the Block of zo. Een of andere. Ja, Attack the Block. Attack the Block. Britse, waren echt hele coole aliens, vond ik dat. Ja, verder. Dat is echt een aanrader. Die moet je echt checken. Dat is een beetje in die film. Die is tof. Solo invaders. Gewoon, weet je, enkele. The Thing. Ja. The Blob. Species. The Blob, inderdaad. Ik zat ook te denken aan iets als Klaatu uit The Day the Earth Stood Still. Mm-hmm. Dan niet de Keanu Reeves remake, maar het origineel. Ja. Dat is alle twee niet heel boeiend, maar dat zijn. Nee, maar ik wilde iets wat wel echt als een alien invasion force. Ik ben nu echt force. Super nieuwsgierig. We hebben toch niet hetzelfde gekozen? We hebben dit vaker gedacht en in iedere keer bewijs je geen smaak te hebben. En dan kom je met iets als die female Terminator 3. Dus ik vermoed niet dat je hetzelfde als ik heb. Ik heb de alien invasion force van Mars Attack. Ik ook! Niet! Jawel! Nee, maar seriously. Dan hebben we echt nu, dit is voor het eerst in 35 fucking afleveringen dat we hetzelfde hebben. Die heb ik dus ook. Dat kan niet, want ik heb staan als argument, en het is op papier, dus ik wist het al van tevoren, ja. Dat mijn Alien Invasion Force uit een betere film komt dan wat jij hebt gekozen. Ja, Mr. Terminator 3. Ja, dus, maar ik bedoel, ik ben groot Tim Burton fan. Nou hebben we toch echt wel een klein beetje een probleem, maar ik... Nee hoor, dat hebben we niet. Want, even kijken. Qua keuze of winnaar wordt het nu verdomme lastig. Ik heb 5 argumenten. Oké. Laten we ze om en om doen. En dan gaan we... Hoeveel argumenten heb jij? Ik heb er een stuk of 12. Echt waar? Ja, serieus. Ik ben zo groot fan van die film. Ja, maar we hebben het niet over de film. Ja, maar dat maakt niet uit. Dus ik heb hem zo vaak gezien dat ik ze echt zo op kon dreunen. Snap je het concept van dit item? Opdreunen. Snap je het concept van dit item? Nee, nou kom je terug op iets wat je vorige keer ook met liep te fokken. Ja, maar Terminator 3 is helemaal geen goede film. Dat is een leuk zij-argument om te maken. Nee. Zeker als iemand zo'n wansmakelijke keuze maakt als jij met je Terminator 3... Oké.
robot. Ik heb serieus dus ook gewoon, ja. Oké. Okay. Kom maar op. Mijn eerste argument is sowieso natuurlijk het begint wat minder actueel te worden. Want op het moment zijn we actief op Mars. Ja. Maar een Alien Invasion Force, Martians, ja. Weet je, het is de klassieker. Goed, dan kan ik die ook gewoon afstrepen. Lekker dichtbij. Je hebt het toch niet zo pakkend verwoord als ik. Jij hebt lekker dichtbij, ik heb... Martians zijn hele coole aliens. Ja, als okay. Alien Invasion Force. Jij hebt lekker dichtbij. Ik ga meer in detail. Want de reden waarom ik de Martians dus coole Alien Invasion Force vind... is los van het feit dat ze van lekker dichtbij komen. Dat ze, er is die scène dat ze dat een van die dingen is verkleed als een chick. Dus ze kunnen zich onder ons begeven. Ondanks het feit dat ze dan dat ze wel weer... Maar goed, dat is weet je, in het merendeel van de Alien Invasion movies het geval. Dus ik vind dat niet een heel erg uniek argument. Sterker nog, ik vind het knap als je een film bedenkt waar dat niet het geval is. Mm. Dat kan wel, maar ik zie al dat je er even naar moet denken. Independence Day? Je maakt mijn punt. Star Wars? Ja. Stars? Is dat nu opeens een Alien Invasion movie? Ja. Goed. Vliegende schotels. Ja, ze zitten in vliegende schotels. Die heb ik dus ook. Klassieke vliegende schotels. Godsamme, dude. Echt serieus. Dit is echt such a nerdfest nu aan het worden. De Giant Robot? Die heb je niet. Nee, die heb ik niet. Nee, want ze hebben ook de Giant Robot compleet met gewoon de bubble waar dan de bestuurder in zit. Ja. Dat is very cool. Ja, ik heb nog dat ze natuurlijk als technologische vooruitgang... als je er een atoombom op knalt, dan gebruiken ze het gewoon fucking helium. En dan lachen ze in je bek uit en ze zijn zo cynisch als de pest. Ja. They just don't give a shit. Ja. En dat vind ik cool. Ja. Ze komen niet naar de aarde om te kijken... They do not come in peace. Nee, dat ze klopt. Komen gewoon echt om iedereen af te slachten. Maar je bent niet heel erg bezig met de Alien Invasion Force. Ik heb namelijk nog, ze hebben de Death Ray. Ik heb Ray Guns en Super Ray Guns, die desintegratiestraal inderdaad. Ja. Yo, ik heb gewoon precies hetzelfde. Ja, je hebt niet precies hetzelfde. De grote getalen. De grote getalen. Heb je die? Die hele gigantisch grote vloot met al die schoteltjes? Ja, maar dat is een Alien Invasion Force, hè? Force is het. Ja, precies. Ja. Dus dat is het inderdaad. Ja, maar dat je nog even op een andere manier Nee, want jij begint net over The Thing en dat is helemaal geen Invasion Force. Wat we dus niet hebben gekozen, want dat is inderdaad geen Alien Invasion Force. Nee, dat was niet om die reden. Jawel, het was een eervolle vermelding voor de Solo Invader. Nee. Zoals The Thing en Klaatu en Species en Ja, ik heb nog technologische vooruitgang als het gaat om het schroeven van een mensenhoofd op een hond. Ja. En omdat ze gewoon... Vond je dat heel clever van jezelf? Fucking bad. Dat je dat als argument hebt gevonden? Ja. Ja? Ja, they're a force to be reckoned with. Ja. Okay. Ik bedoel, als je... Hè? Ja. Ik bedoel, er zal niet veel nodig voor zijn, maar als ze zouden van jou gewoon een chick kunnen maken. Ja. Fuck, dat wil ik niet eens over denken. Ja. Ja. Ik ben aan het spieken natuurlijk, maar je hebt verder echt totaal niks interessants staan daar, hè? Ja, wel hoor. Ik heb sowieso nog één argument. En dat is? Wat heb je dan nog staan? Ja, ik heb dan nog staan en oké, dat ze is dat heeft dan no niet zoveel met parlement. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, en ze hebben een pesthekel aan duiven. Dat vind ik ook wel een goed punt. Ja. Maar oké, fair enough, heb ik nog mijn belangrijkste punt was dat het gewoon de film aan zich en de aliens uit die film gewoon een hele mooie tribute is aan de 50s aliens. Ja. Komt uit de card serie en weet je, Ed Wood's Plan 9 from Outer Space, They Come from Space. Ja. Ja, fucking vet gewoon. Klassieker dan dat kunnen die aliens niet worden. En ze zijn beter dan die gray gay ass bastards. Ja, gewoon die, met die grote... Ja. Nee, ja, jezus, dit wordt een hele korte versus op deze wijze. Ja, ik had nog wel een argument, maar dat gaat dan ook weer een beetje richting de film, maar... Ja. Tom Jones. Tom Jones, right? It ain't unusual. Ja, eens. Die heb jij niet. Nee, dat... Je hoeft het verder ook niet te verklaren. Ja, dan Tom Jones? Gewoon Tom Jones, ja. Punt. Godverdomme zeg, Jack Nicholson. Ja, nee. Why don't we Zo all werkt just dit spelletje dus niet. Get along. I know. Ja. Eigenlijk, nou ja. Tom Jones. Dit is echt fucking freaky. Ik heb ook geen idee hoe die poll er straks uit gaat zien. Nou dan moeten mensen stemmen Dennis op mij als president. Mons zijn Mars Attacks of Steve's zijn Mars Attacks? Nee, mijn Mars Attacks zonder enige twijfel. Ik heb zoveel liefde. Ik ben wel verbaasd, want ik dacht dat jij zou met Independence Day komen. Nee. Dat is zeg maar categorie Terminator 3. Ja, eens. Maar je weet net zo goed als ik dat ik gewoon heel erg van die oude klassieke science fiction shit hou. En dan daarom kwam je met Terminator 3 in plaats van een vette Star Wars droid aan. Ja, omdat Star Wars hadden we over afgesproken dat we dat niet zouden doen. Ga je hem nou serieus proberen te dissen zodat mensen op jou gaan stemmen? Ja, dat was bij de spaceships dat we geen Star Wars zouden doen. Okay. Bij robots zouden we... Ik vind dat je per definitie niet Star Wars mag doen. Dat bedenk je nu. Nee, want anders zouden we ook de Super Star Destroyers kunnen nemen.
Ja, maar dat was in Spaceships en daar hebben we afgesproken geen Star Wars te doen. Maar nu hadden we dus de Super Star Destroyer Force, Empire Force kunnen doen. Want dat zijn aliens voor die gasten met jawel, als jij op die planeet die vet, dan zijn ver, de mensen dan toch... Dan ben je heel ver aan het zoeken. Nee, je had genoeg mentaal vermogen om ook te begrijpen dat dat niet valt onder de noemer Alien Invasion Force, zoals ik jou dat vertelde toen ik met het thema kwam. Jij zei alleen Alien Invasion Force. En als wij op een andere planeet gaan rondstampen zoals we nu bezig zijn op Mars, en we trappen een paar fucking wormpjes dood, dan zijn wij net zo erg als de anderen.